Yo mensen, toch deze video. Mijn naam is Wesley van Westboy1999 met vandaag weer de Almere City Manager Career Mode. En we gaan vandaag weer vrolijk door waar wij de vorige aflevering gebleven waren. Met vandaag drie wedstrijden op het programma. En deze aflevering uh, ja, is een beetje matige aflevering. Ik bedoel, matig qua wedstrijden. Want um, ja, jullie zouden het zometeen vanzelf wel zien. Maar uh, ja, het is qua wedstrijden wat minder deze aflevering. Ik bedoel, qua niveau. Ja, is wel natuurlijk te verwachten. Het was een keer te verwachten dat het in zal, uh, in zal dalen. Um, dus ja, we gaan, het, uh, we gaan kijken wat het wordt. De eerste, eerste volgende wedstrijd is nu dus tegen FC Volendam. We gaan zien wat dat gaat worden. Uh, we hebben 2 miljoen in de kas. Ja, we hebben het gaan natuurlijk vooral met jeugdspelers aan de gang. Um, ik, ging even, ik was even kijken hoe het ook weer werkte. Want ik wou een nieuwe keeperstrainer aanstellen. Die het wat hoger brengt. Dus qua sterren iets hoger is. Ik had even te kijken, maar tot nu toe kwam alleen die Rodney naar boven toe. Want de rest is allemaal één ster, één ster bij Kiepen. En drie sterren. Maar we hebben dus ook eentje van vier sterren. Dat is hem. En die gaan we dus toevoegen. Hermans, die wordt onze training, trainer. En zo gaat het qua behalen helemaal top. En dan gaan we dus beginnen tegen FC Volendam. Um, morgen hebben jullie geen video en vandaag geen rust. En dan hebben jullie uh, maandag twee video's en de final Queer Mode. En later in de middag hebben jullie de, de, de Westerruiden aflevering. Want mijn, mijn verjaardag is uh, maandag, 16 oktober. Dan word ik 24 en dan zien jullie dus ook maandag de Westerruiden aflevering. Dan nou, we woensdag natuurlijk weer de Santiago Jiménez Speders Queer Mode. En uh, vrijdag weer de Pax Volle Queer Mode. En dan is het volgend weekend ook weer Feyenoord. Hun voorspelling en de Westpraat na aflevering. Maar ook dat weekend de Wesse Rudy Sinterklaas film. Dus mis het niet. En dan uh, gaan jullie kunnen genieten van die Wesse Rudy Sinterklaas film. In ieder geval. Tenminste, ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. In ieder geval uh, heb ik natuurlijk al in die periode gemaakt. Waarbij ik dus wel in mijn privé situatie zat. Dus hij zou niet zo lang zijn. Maar uh, er is wel tijd in gestoken. Dat wel. Alleen misschien niet, misschien niet zoveel tijd zoals de vorig jaar. Met de Weser-Rudy en de ontvoering van Rudy. Uh, wie er nog niet gezien heeft, check hem zeker op mijn kanaal. Die staat er nog steeds in de playlisten van de films. Daar komt deze Sinterklaasfilm ook in te staan. En na de Sinterklaasfilm gaan we beginnen aan de Weser-Rudy sinterklaas Dat zou ergens zijn begin november, midden november gaan we daar beginnen. Want er komt natuurlijk ook vrij snel echt aan Sinterklaas aan. En het begint ook vrij snel het echte sinterklaas Maar wij doen het gewoon op de traditionele manier. Met zwarte pieten zoals, zoals, zoals ik ermee opgegroeid ben. En ook in de, in de film komen we een zwarte pieten voor. Dus geen roetveeg of uh, andere dingen. Nee, gewoon zwarte pieten. Dus ja, uh, mis het niet als je dat ook gewoon uh, voor dat bestaan bent. En uh, ook in de, ook, wat ik al zei, ook in de Sinterklaasjournaals. Maar ook in de grote Westerhuis Sint Show komt natuurlijk ook weer in december. 5 december volgens mij. Of in dat weekend daarvoor gaan we weer de Westerhuis Sint Show doen. Dus... Uh, dat is ook elk jaar een standaard ding. En uh, zoals ik ook eigenlijk elk jaar de film wil houden. En misschien in plaats van een, een keer een Sinterklaasfilm, dan weer een gewone film. Dan weer een Sinterklaasfilm, zo steeds afwisselend. En dan moet, ik nou al beginnen, dan moet ik nou eigenlijk al gaan beginnen met het bedenken van een nieuwe film voor volgend jaar in de zomer. Dat is natuurlijk wat volgende wat dan uh, gaat komen. Maar dan moeten we allemaal nog even gaan kijken hoe dat loopt. In ieder geval op deze wedstrijd niet zoveel, want ik loop het een beetje vol te praten. Maar het is nog steeds 0 minuut 61, heel lang niks gebeurd. Volendam nu het bal bezit heeft met uh, Robinson. Robinson. zonder onderschept de bal nu voor uh, Almere City. Kunnen we naar uitkomen? Uh, nee, de ingreep is goed van Vollendam. Alhoewel, overtreding. Een vrije trap is voor, voor uh, Almere. Al was buitenspel, denk ik. Florianus. Florianus. Voor de bal gezet. Ingooi voor Het is echt een matige. Oh nee, het is een uh, vrije trap. was een overtreding dus van Volendam. Van, van het wordt een hele matige wedstrijd voor uh, Almere, vind ik. Ook de, die foute paasjes, weet je wel. Het zit niet echt mee. Met uh, al nu 70 minuten gespeeld. Nog 20 minuten te gaan dus in deze wedstrijd. Nog steeds die 0-0 stand hier uh, in Almere. En nu komt Van den Dam eruit plat. Dan moeten we zien te voorkomen. Plat geeft de bal voor. We gaan nu goed gedaan. En de bal hier voor uh, Van den nog steeds. En hier de redding van Bakker. Doet het goed. Uh, keeper die zich meer wil laten bewijzen. en Misschien zelfs in de toekomst wel keeper wordt van Oranje. Moet je wel heel ver nog uh, gaan. En daar is pas 63 algemeen. Moet er heel veel gaan groeien. Trouwens, op het moment dat ik dit opneem. Het is op uh, vrijdagavond. Heeft Nederland verloren met 2-1 van Frankrijk. Wel nog een doelpunt gemaakt. Dus uh, de debutant Hartman. Die volgens mij dat ik hoorde bij het Wilhelmus. Niet echt. Uh, zong helemaal niet mee. Ze zat een beetje op kou om te kouden. Er was veel kritiek over. Ik vind ook eigenlijk, als je bij het Nederlands speelt, sowieso, als je daar staat, moet je dan gewoon het volklied mee kunnen zingen. Als je soms kijkt bij sommige landen dat ze gewoon voluit het volle borst mee zingen. Volgens mij was het Spanje, of, of ik weet niet wie Spanje, Duitsland, Frankrijk. Maar die zingen uit volle borst het, volk, hun volkslied mee. En dan zie je sommigen, bij Nederland zie je gewoon een beetje vo voor zich uit te kijken en te mompelen. Dat, dat vind ik wel zo van ja. Dat moet je wel dus kunnen ook als je, bij, als je gaat debuteren. Maar goed. 0-0 geëindigd tegen Volendam. We gaan nu kijken wat het wordt tegen RKC Waar Die gaan we de hoogtepunten van spelen. Op 16 september 2023 hier in de game. Bondscoach. Uh, nou, oké, okay, dat worden we nu nog even niet. RKC tegen Almere City. We gaan dus uh, de hoogtepunten spelen met ons basiselftal hier tegen RKC. We gaan hopen. Dat we hier kunnen gaan winnen. En we gaan beginnen aan, let's go! In de stadion van RKC, trouwens, fase die natuurlijk, natuurlijk hier wel nu alweer kipt. Maar het echt natuurlijk nog herstellende is van zijn hoofdbestuurder. Uh, die, uh, die, ja, die knie tegen zijn hoofd van uh, Bobby. Ging natuurlijk niet met opzet. RKC komt in ieder geval met de eerste kans. Maar de renning is van Bakker. Goed de bal klem uiteindelijk. Nu een volgende kans voor RKC de hoekschop. Na een half uur spelen hier van vroeg. Beter te vroeg dan te laat. <laughs> Zou je zeggen. Voorzit komt. weghaalde Van de Kamp. Goed. Opvang hier. En de uitbraak kwam er voor ons. En nou, nu weer in de tweede helft. Weer RKC. Tot nu toe is RKC eh, de bovenlichte partij met hun kansen. Mien. Ja, dit is de bal te ver voor zijn uitgespeeld. De bal voor Bakker. En dan kan de counter komen voor RKC. Bakker. Goed richting uh, zijn medespeler, maar er we wordt wel een bal gezet. En uh, dan komt er nou. Oh, een strafschop. We kunnen de kans krijgen op een 1-0 voorsprong te komen. In minuut 55 is het fase of Kitala. Het is Kitala, het is 1-0 voor Almere City. Door Kitala. De strafschop dus in minuut 55. En nu komt er een volgende strafschop in minuut 65. Nu zit de mee voor ons. Normaal krijgen we strafschop tegen. Nou krijgen we ze voor. Kunnen we dan nu op 2-0 komen? Dit keer ga ik hem laten nemen door um, Van de Kamp. Gun ik die kans? Van de Kamp tegenover Fase. Kitala schoot hem binnen. En Van de Kamp doet dat ook perfect. In de, hoog in de touwen. 2-0 Almere City. Door Van de Kamp en Kitala. Met hun doelpunten. Van de Kamp, die ik toch echt de basisplaats gaf uh, aan het begin van dit seizoen. Uh, ik vind dat hij gewoon uh, in de basis hoort. En hopen dat hij uh, groot kan worden. Mochten we. Na zoveel jaar weggaan bij Almere. Of uh, Tenminste, ik wil hem wel houden. Ik wil hem echt laten groeien van de kamp. Tot een topspeler. Misschien dat we hem zelfs kunnen verkopen aan een topclub. Als het zo meteen verder gaat. Maar ik wil hem misschien zelfs een aanvoerder maken volgend seizoen. Maar dat is het nog allemaal vooraf praten. Of ik kan het trouwens nu ook al. Want ik weet niet wie nou de aanvoerder is. Maar in ieder geval worden we nu met 2-0 hebben we gewonnen. Helemaal top. En zo uh, gaan we richten op onze de volgende wedstrijd. De laatste wedstrijd in deze aflevering. 25 van Ajax met 1-0. Tenminste, we stonden, ze stonden met 1-0 voor. Zien we hier. En nu hebben we tegen NEC. Die besloot ik snel te simuleren. Wat doen we tegen NEC? 3-2 verloren. Dat zal weer even een dompertje. En de volgende wedstrijd gaan we dus spelen tegen Ajax. En daarna, dus voor de volgende aflevering tegen AZ. Bondscoach Wils wijzen we af. Maar ja, dus één keer gelijk, één keer gewonnen, één keer verloren. En nu dus tegen Ajax zien wat het wordt. We hebben heel veel goede jeugdspelers gekregen hier ook in Zuid-Korea. Maar ook Nederlandse jeugdspelers zitten er wel redelijk goed tussen. Hier deze, Bakker. En in Brazilië, deze is goed voor Brazilië, die niet. Deze ook niet, deze ook niet, deze ook niet. We hebben wel aardig wat goede spelers erbij. Dit is ons jeugdteam, deze bakker, doelman. Kunnen we even trainen. Maar ook deze rechtsachter, die gaan we laten promoveren en trainen. We misschien zelfs in de basis gooien. Deze gaan we tenen van Ze zijn allemaal nog jong, maar we kunnen ze wel van scouten. Deze RVA is ook zeker goed. Als hij zo'n 16 is, gaan we hem gelijk toevoegen aan de selectie. En dan gaat hij gelijk zijn basis krijgen. De je dat is dus de Zuid-Koreaan. We hopen dat het snel gebeurt. Maar nu gaan wij beginnen. Met de laatste wedstrijd in deze aflevering: de wedstrijd tegen Ajax. Een hele mooie wedstrijd voor Almere in de Johan Cruijff Arena. Ajax krijgt de eerste kans hier met Steven Berghuis. Berghuis naar van Alex Dongen. H A Axel Dongen, sorry. Axel Dongen. Soska weghaal nu in Almere. Dat lukt ook. Kwartieren speelt nog steeds 0-0. Balbezit nu voor Almere City van de Kamp. Goed. Hier bal voor de jeugdspeler Pederro. De Braziliaan. Vindt hem bij Kitala, maar die staat gewoon overduidelijk buitenspel. Vrijdag best dus voor Ajax. Balbezit blijft ook voor de Axide. Vos. Bergwijn. Goeie steek. Pas, er komt er een kans oppassen en is het ook het doelpunt. Steven Berghuis. Edel Ajax. Dus we staan we dus achter. Hopen dat we er nog wat voor kunnen doen. Nu 31, bal blijft voor Ajax. Ajax, is natuurlijk, de bovenlichte partij in deze wedstrijd. Steven Bergwijn. Berghuis. Van Axel Dongen. Sosa. Verdedigd, goed gedaan. De bal nu weer voor Elmere City. Kunnen we nu de counter krijgen? Komt er een goede steekpas aan? Die komt er, maar die komt niet aan bij Kitala. In de tweede instantie helaas ook niet. Deze bal wordt nog binnengehouden door de doelman, Roelie. Berghuis, Vos, Sossa. Hier zelf zit er bijna op. 1-0 dus voor Ajax. Van, van Axel Dongen. Oppassen nu voor uh, Almere. Die moet er achteraan. Volgens nog is het Ajax die de bal behoudt. Bal komt voor. Oppassen nu. Komt komen ze dichter bij het doel. Maar uiteindelijk goed op het laatst met de bal. Nu weer hier voor uh, Kitala van La Pada. Goed. Akuyobi. Er wordt van de bal gezet. De bal nog binnengehouden. Nu komt er een countermogelijkheid voor Ajax. Ik zie in zo'n slopmutuur. Nee, de begin van de tweede helft. Of de slopmutuur van de eerste helft. Een keer beter zeggen. Eet de kans voor de 2-0. Maar de redding van Bakker. Zo dus doet hij het goed. Ajax zegt nog een hoekschop te nemen. Opslag van rust. Zeven berghuis Komt de bal nog voor. Berghuis moet er ver terug. Vos. Die gaat uh, misschien wel uithalen. Doet hij niet, maar doet hij ook niet meer, want de eerste helft is voorbij. Bij dus een ene voorsprong van Ajax Zullen we kijken. ja Wat die tweede helft gaat worden. Ajax is echt nog steeds de bovenliggende partij, ook in het begin van de tweede helft. Hier onderscheppen wij de bal goed. Dan kunnen wij misschien eruit komen. Van de Kamp. Akuyobi. Van Parra. Die laat hem lopen voor Van Brugge. Goed gedaan. Meegekomen komen van achteruit. Van Brugge geeft de bal voor. En er staat er helaas niemand van Almere om die bal binnen te schieten. Of misschien een kans te krijgen op doel. Nu eh, moet Van Brugge terug naar achteren, want Ajax komt er nu aan. Sosa. Niet de bal voor uh, Ribeiro die de bal goed onderschept, de jeugdspeler. Van La Pada van de Kamp. Ribeiro Kitala. Vinden we elkaar de nu toe goed. Uh, hier, Kitala. Goed. Van Lapada wordt niet bereikt. Zo is de minuut 60 weer de aanval voor uh, Ajax. Wordt het weer oppassen voor uh, Almere City. Onderscheppen nu die bal. Akuyoba, van La Pada. Barbet. Van Axel Dongen. Behalve het is nu voor de Amsterdammers. Nog steeds. Is eh, Aksel bovenliggend op Tijn. En zijn wij tot nu toe eigenlijk nog niet zo vaak bij het doel geweest. Er is een overtreding. Waar gelukkig niet zoveel meer gebeurde. Ook Peters is binnen de lijn gekomen. Een jeugdspeler dus bij Almere City. Voor de laatste 10 minuten nog steeds 1-0. Kan er misschien nu maken? Hier komen. Hier voor Kitala. En jazeker, de gelijkmaker. Zo is het in de slotminuten, de laatste 10 minuten van de wedstrijd, tegelijk maken. 1-1. Maar Ajax gaat natuurlijk op jacht naar een voorsprong weer. Het Ajax wat in het echt slecht bestreedt. En hier komen de kans voor 2-1 voor Ajax, maar de redding weer van Bakker, die ze toch ook wel een goede moment laat zien hoor. Kitala, er komt er nu een kans voor een 2-1 voor Almere. Het zal het zijn in het laatste moment. Kateline en De redding van de doelman van Ajax. En dan komt er nog een hoekschop. De laatste officiële kans om nog een 2-1 te komen. Voor Almere City. En dan gaat Ribeiro hem nemen. Ribaio geeft hem voor. En dan komt hij in de handen van de doelman. En dan is het klaar. Trouwens, doelman is uh, Gorter. In plaats van uh, Roelie. Ik zei Roelie, maar het was Gorter. Maar we uh, spelen gelijk. Tegen Ajax op zich niet zo om over. Maar ja, de volgende is tegen AZ. Die hebben met 3-0 gewonnen van Excelsior. Dus uh, dat wordt moeilijk. Volgend weekend... Hebben we dus ook weer um, de Almere City Career Mode. Dus mis het zeker niet. Uh, deze aflevering is tot zijn einde gekomen bijna. We gaan nog een beetje door tot aan die wedstrijd tegenaan zet. En dan uh, ga ik u bedanken voor het kijken voor de, naar deze aflevering. Morgen dus even een dagje rust. En dan uh, gaan we weer uh, lekker knallen. Met uh, dus twee video's op één dag maandag. En een Career Mode. De Feyenoord Career Mode. En mijn Wesse Rudy aflevering. Voor mijn, mijn verjaardag. Dus uh, bedankt voor het kijken. En uh, dan zeg ik het uit, En zoals nu. Tot la la la. Later. Doei. doei.